Nou, kan iedereen mij goed horen? Oh, ik moet even wennen, want ik had vanochtend zonder microfoon. Dat vind ik toch altijd een of andere manier wat gemakkelijker. Ik ga er heel even bij zitten, want ik wil mijn verhaal starten met mijn ochtendritueeltje. Ik ben een hele vaste slaper. En ik denk dat iedereen zich ook kan inschatten wat er gebeurt als je slaperig je bed uitstapt. Nou, bij mij gaat het spreekwoord met het verkeerde been uit bed stappen, dat is absoluut een go. Ik heb een schuin dak in mijn slaapkamer, een heel groot bed, dat was een eis. Dat dak is regelmatig de pineut bij mij. Maar ik doe wel, zeg maar, om 's morgens even een beetje wakker te worden. Ik heb ook een kleine dochter, dochtertje van 3 maanden, dus ik moet ook echt wel voorzichtig zijn. 'S Nachts de fles, kent dan vast wel, of tenminste misschien ook mensen. Dus ik dacht, voordat we, zeg maar, mijn verhaal doen, neem ik jullie heel even mee hoe mijn ritueeltje gaat. Voor jou wordt het een ander verhaal, dus we doen gewoon, zeg maar, even wat beweging. Maar ik wil even laten zien dat ik 's morgens, wat ik doe als ik mijn bed uitstap, doe ik even een paar squat bewegingen. Puur om, niet om, om te trainen, maar gewoon even van, oké, hallo wereld, goedemorgen, dit ben ik. Dus daar wil ik eigenlijk even mee starten. Dus als iedereen zo met mij gaat staan en dan even op één been gewoon, even heel simpel, gewoon even een paar, en niet vals spelen. En niet vals, want dat is niet de bedoeling. Heel goed, het gaat om de beweging. Maar ik zie wel echt heel veel wiebelwobbel. Nou, ik kan rustig een half uur zo blijven staan. Dat is voor mij geen probleem. Grappig, hè, dit? Maar zo begin ik dus mijn ochtend. Want het gebeurt mij zo vaak om 's morgens vroeg dat ik omval. En dan ben ik er gewoon nog niet bij. Dat is een beetje flauw, dit. Maar dit is wel, zeg maar, zoals mijn dag eigenlijk bestaat. Ik heb geen prothese. Ik loop eigenlijk al 12 jaar op krukken. En zo begin ik. En dat gaat de hele dag door. En ik kan ervoor kiezen om in een rolstoel te gaan zitten, maar dat doe ik niet. Dat doe ik expres niet. Want ik heb zoiets van, als ik ooit in de rolstoel kom, dan is het omdat het moet. Maar ik heb het niet nodig. Althans, soms zegt de familie, Mike is niet verstandig. Dan zeg ik, nee, dat hebben we nog niet nodig. Ik ben Mike Robert Brans. Ik ben 33. Ik ben getrouwd met Joyce. Ik heb een dochtertje van 3 maanden. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een reclamebureau. Ik ben cartoontekenaar van beroep. Ik werk in het Funny Fit in Almelo. Dat is een digitaal sportcentrum waar kinderen door middel van... Nou, Boor had het heel mooi. Sporten met games. Nou, wij doen dat ook, maar dan letterlijk in een soort van sportschool. Met 5 hele grote schermen. En dan zorgen we dat kinderen met een beperking, zeg maar, kunnen bewegen. Ouderen. Die een drempel hebben om in het dagelijks leven in de sportschool te staan. Nou, dan ben ik programmaleider, dus ik probeer eigenlijk, zeg maar, dat een beetje omhoog te liften. Heel erg leuk. Maar het is wel eens anders geweest. Het is een hele krachtige foto, dit. En zoals ik daar sta, dat wat ik uitschaal, dat is pas vanaf september vorig jaar, is dat een beetje bij mij binnengevlogen. Ik ben natuurlijk 33, dus ik heb heel lang moeten wachten op dat moment. Ik heb in mei 1995 op Moederdag, ik ga dat heel dramatische verhaal niet al te lang maken, want ik denk dat iedereen wel kan inschatten wat één been met je doet. Maar ik heb in 1995 heb ik kanker gehad in mijn bovenbeen. En ze hebben een beenbesparende operatie gedaan, 21 uur geopereerd. Heel lang op intensive care, 3 maanden ziekenhuis. Revalidatie. En na een jaar uiteindelijk besloten om mijn onderbeen eraf te halen. Ik heb nog een jaar een prothese gehad. Ik heb in 1998 en in 2001 heb ik het weer teruggekregen. En ik had een tumor die, zeg maar, goedaardig was in de baas, maar hij kroop op naar de longen. Dus hoe hoger die weg omhoog kroop, hoe gevaarlijker het werd. Dus wat ze moesten doen was heel ruim wegnemen. Nou, dat is dus letterlijk gebeurd. En nu is, zeg maar, uiteindelijk mijn hele rechterheup en bekken is helemaal weg. Ik heb, zeg maar, mijn zitstuitje nog en dat is het aan één kant. Dus ik kan niet goed, zeg maar, zitten. Ik heb geen balans, zeg maar, op mijn zitdeel. Zo staan, dat is voor mij no big deal. Dus ik heb een hele lange weg te gaan. En ja, ben ik wel op mijn manier met de sport ook altijd bezig geweest. Maar ik heb wel altijd al gehad van, weet je, ik zoek iets waar ik mezelf in kan vinden. Ik heb rolstoelbasketbal gedaan, hoog niveau. Ik heb het parachute vliegtuig gesprongen, waterskiën gedaan, noem het maar op. Maar elke keer had ik zoiets van, ja, dat is het gewoon niet. Weet je, wat is er nou een sport voor mij die ik samen met mijn vrienden kan doen? Elke keer hoor ik mijn vrienden zeggen, nou, we hebben dit gedaan en we gaan squatten en squashen en tennissen en weet ik het wat. En elke keer zeggen ze, ah, dat maakt het voor jou niet te doen.
Dat kreeg ik vorig jaar september kreeg ik een mailtje van het Revalidatiefonds. En dat mailtje dat was wel echt heel erg grappig. En die stuurde mij: "Hoi Michael," dat was letterlijk de titel, "wil jij doneren voor het Revalidatiefonds?" En dat was in samenwerking met de Mudmasters. Daar kom ik zo op terug. En ik was eigenlijk heel erg boos. En ik dacht van ja, moet ik gaan doneren? Omdat vervolgens via een omweg zal het wel ergens weer besteed worden aan mij. Ja, dat wil ik helemaal niet. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen. Maar het thema was Mudmasters. En de Mudmasters, dat is een sportevenement, dat is een obstacle running. En dat is eigenlijk een hardloopwedstrijd met allemaal obstakels. En in Nederland heb je dan de Mudmasters, de Strong Viking, de Breakout Run. Je hebt elke weekend kun je wel iets doen. Dus ik heb het Revalidatiefonds gemeld. Ik zeg, helemaal gek. Ze mij vragen om geld, ik wil meedoen. Ik zeg, mijn vrienden gaan ook. Maar ik wil ook. Eigenlijk dikke bluff. Ik was gewoon pissig. Ik was gewoon teleurgesteld. Omdat niks wat ik had gewoon geen doel. En toen kreeg ik de volgende dag kreeg ik een belletje. "Nou Michael, we hebben je mail gehad. Je hoeft niet te doneren. Maar misschien is het idee dat je mee kon trainen met ons obstacle team." Het Revalidatiefonds heeft een team in het leven geroepen. Dat heet Team No Limits. En dat is onderdeel van een intern project. En dat heet Laat je handicap geen beperking zijn. En wat ze eigenlijk willen is, een team hebben ze samengesteld die zich gaat manifesteren binnen de obstacles hier. Om even een voorbeeld te geven, er zijn tussen de 5.000 en de 7.000 man die op zo'n evenement meedoen. En ze zijn allemaal valide. Dus als je daar met 7 mensen bent die allemaal beperkingen hebben, van protheses, armen eraf, verlammingen, rolstoelen, en je doet dat met z'n 7, dan heb je gewoon enorme impact. Ik hoorde net Beer ook vertellen dat het gewoon heel belangrijk is dat je inclusie hebt. Wij proberen met het obstacle team proberen wij het zeg maar via de andere kant te bereiken. Dus als wij in één keer tussen 7.000 man staan en we zijn er met z'n 7e, ja, dan val je gewoon op. Even een slokje. Een heel bijzonder project. En we hebben ook een motto en dat motto zegt: "There will be obstacles, but with hard work there are no limits." En dat dragen we ook echt uit. We zijn in september begonnen. Ik heb inmiddels een stuk of 12 obstacle runs gedaan. En dit was bij de Mudmasters. Het is de eerste keer dat ik een halfpipe opging. Mijn voorbeeld heeft deze 6 meter hoog. En ik weet nog dat ik de eerste Mudmasters aan het finish stond. Mijn moeder kan niet zo goed lopen. Die zat bij de finish te wachten. Die heeft 1,5 uur gewacht. En ik zat op een gegeven moment bij het laatste obstakel. Dat was een muur van 4 meter. Ik mis natuurlijk mijn bekkenheup, dus een heel klein balkje, 4 meter hoog, dat is echt wel een ding voor mij. En ik ben die muur overgegaan en dat was een overwinning voor mezelf. Dat was afgelopen moederdag, was precies 20 jaar geleden dat ik voor het eerst ziek ben geworden. En toen zei mijn moeder: "Mike, ik weet nog dat jij die Mudmasters vorig jaar deed." En mijn moeder was aan het huilen, en ook toen al. En toen zei ze: "Ik heb eigenlijk op dat moment wel losgelaten dat jij niks kan." En vanaf dat moment is het wel echt een omslag geweest bij mij en de familie, dat het zelfstandige, zeg maar, het constant zorgelijke, dat is eigenlijk weg. Maar nu zitten ze dus constant, doe je wel voorzichtig, doe je wel voorzichtig. Dat is echt heel grappig. En mijn broer, die is helemaal, mijn broer is ook super zorgelijk. Nou, die belt me elke weekend op: "Mike, wanneer gaan we nou weer een run doen?" Maar het grappige is dat, dat is niet zomaar gekomen. Ik heb gewoon heel lang, zeg maar, geen doelen gehad. Omdat ik gewoon heel erg bang was om, zeg maar, nieuwe stappen te maken. En ik heb een polsbandje van Live Strong op mijn arm. Nou, dat is eigenlijk altijd wel een beetje mijn motto geweest. Die zijn in 2004 zijn die bandjes geïntroduceerd. Ik heb er 2. Eentje is al kapot. Maar als die afvalt, dan voelt het net alsof ik trouwring af heb. Ik moet hem altijd om hebben. Ik doe hem ook nooit af. En dat is wel een beetje de basis van mijn motto, van mijn leven geweest. Live strong, weet je. En dat is echt iets wat gewoon bij mij past. Vanuit No Limits hebben we dan Live Strong. En daar ben ik op aan het woord doorborduren. Omdat ik zoiets heb van, nou weet je, ik heb mijn leven zeg maar op de rit. Ik wil verder, maar nu wil ik een uitdaging. Mijn vrouw heeft buikgriep, dus klinkt een beetje verkouden. Dat is overgenomen. Oh. Dit is een verhaal waar ik heen wil. Vanaf september ben ik echt boven mezelf aan het uitstijgen. Mijn persoonlijke doelen gewoon. En dat is niet om op te scheppen of om stoer te doen. Maar elke keer zo'n run. En dan elke keer 2 uur buffelen door de modder waar een ander een uur over doet. Dat is gewoon voor mij echt een uitdaging. En er is iets op mijn pad gekomen afgelopen maand, 2 maanden geleden. En daar zat ik heel erg mee. Van, ja, moet ik dat nou doen? Zullen mensen me voor gek verklaren? En, dus ik ben naar een vriend gegaan. En die zei: "Mike, ken je Richard Branson?" Ik zei: "Die ken ik wel, ja." En die zei van: "Nou, die heeft een quote." Dat heeft hij heel vaak. Dat wist ik niet, maar ik heb het eens opgezocht. Moet je eens doen. Zegt die man, heeft echt onwijs veel quotes. En die zei: "If someone offers you an opportunity and you think you are not sure you can do it, say yes, then learn on the way."
van Richard Branson. En ik vond dat prachtig. Ik denk, oh, die neem ik mee, weet je. Weg met mijn Live Strong, weg met mijn No Limits, dat gaan hem worden. Dus die heb ik ook echt hoog aan mijn lijst gezet. En ik wil jullie eigenlijk heel even meenemen naar mijn doel. Dat is een bucketlist voor mij. Iedereen heeft vast wel een bucketlist, denk ik. Nou, ik heb er ook één. En daar wil ik eigenlijk even heen. Oh. Hoe gaat dat nu? Dat is mijn bucketlist. Ik ben benaderd door CrossXFest. Dat is een jongen die heeft een weightfest ontwikkeld. Dus een sportfest. Daar gaan gewichten in van 5 tot 20 kilo. En die zijn wij via de obstacle running scene. Zijn wij met, ja, iedereen kent dat wel. Hij organiseert expeditie naar de Ben Nevis. Niet zo'n hele spectaculaire berg. Maar normaal gesproken loop je in 6 uur heen en 4 uur terug. Maar ik ben de eerste die het in deze tijd volledig op krukken gaat doen. En de verwachting is dat ik er 17 uur over ga doen. Nou, dat in verhouding is natuurlijk gewoon een pokend. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd van, ik wil gewoon echt wat gaan doen. En ik heb echt na september heb ik me gewoon herpakt. Weet je kunt er heel lang over doen. Het grappige, je laat je inspireren door CrossXFest. Ik laat me inspireren door vrienden. Weet je, ik weet het ook allemaal niet. Dus deze berg die ga ik volgend jaar juli, augustus. Moet even nog een datum prikken. Die ga ik op, samen met mijn broer, beste vriend, mijn ouders, familie gaan mee. En ik ga dat lopen voor het Verbeterinstituut. Het Verbeterinstituut, dat is een instituut die doet onderzoek naar de effecten van radiotherapie bij kankerpatiënten. Dat is een doelgroep. De radiotherapiebehandelingen zijn heel intensief. En daar wordt heel weinig nog, zeg maar, naar de effecten van gekeken. En de effecten die voor mij bij radiotherapie nu nog zichtbaar zijn, is dat ik gewoon een darmstelsel van niks heb. Mijn blaas die werkt niet echt meer. Het zit al bijna 20 jaar zit het op één plek. Het is ook niet verschoven omdat het gewoon helemaal kapot is. En ik wil daar gewoon een warm hart aan toe. Ik wil daar gewoon aan meewerken. En ik ga een stukje mee, sponsoring hopelijk binnenhalen voor het revalidatiefonds. Omdat ik in eerste instantie genezen ben door de bestraling. En de volgende stap was revalideren. Dus ik wil eigenlijk die twee dingen samenbrengen. En dat wordt volgend jaar wordt dat mijn doel. Dus ik ga vanaf volgende week ga ik trainen. 1330 meter is in de baas niet heel erg lang. Maar als je weet dat op die berg het weer in één keer rond kan slaan. En ook nog eens 17 uur kan lopen. Ik moet heen, ik moet ook terug. Ik kan niet overnachten zoals bij de Kilimanjaro. 4 uur wandelen, tentje, 4 uur wandelen. Overigens is dat ook nog een optie om te doen. Ik weet dat het kan. En ik wilde dat heel graag met jullie delen, maar de boodschap voor mij eigenlijk is van, weet je, je bent nooit zeg maar te oud om zeg maar in te zien dat je nog meer kan dan je denkt. Dus ik denk van, ik ben 50, ik weet het allemaal wel. Nou, niet dus, je weet het dus niet. Weet je, ik ben er pas september achter gekomen dat ik gewoon echt iets mis. En die sport, dat brengt mij dat brengt mij heel veel. We hebben vorige week voor het eerst een kidsrun georganiseerd met 7 kinderen, zo groot, met protheses. En die hier gewoon met ons een opzoekrunnetje van 2 kilometer hebben gedaan. En dan weten dat 2 kilometer was. En ik heb 1,5 kilometer moeten afsnijden omdat ik ze gewoon niet bij kon houden. Van heel erg grappig. Dus ik probeer eigenlijk gewoon zeg maar iets over te brengen. En wat ik nu weet mee te nemen. En andere kinderen vooral zeg maar te inspireren om uitdagingen op te zoeken. Dat is mijn verhaal. Dus ik zou zeggen, ja. Dank u wel.